Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag Thaise visballetjes maken. Ze zijn eenvoudig om te maken en je kunt het maken met kabeljauw of met. Ik maak het met koolvis, want ik heb geen kabeljauw meer ten eerste. En ja, hier gaat het ook mee. Ik heb 200 gram koolvis in mijn mixer gedaan. Kom bij een flinke teen knoflook. Kan ook knoflookpoeder nemen trouwens. Een theelepeltje sereepoeder. En als je hebt verse gember en al geraspt of fijn gemaakt met de vijzel. Ik doe er ongeveer een kleine theelepel poeder bij, zeg maar. Voor het gemak. Dan komt erbij een eetlepel vissaus. En een rode peper. Die kun je het beste zo klein mogelijk maken van tevoren. Zodat straks alles goed verdeeld wordt in het balletje zelf. Goed, ik ga dit even mixen. Fijn maken. Kijk, zoals je ziet zijn die rode pepers nog best wel groot gebleven, dus die kun je beter echt heel fijn snijden. Maar goed. Ik heb het mengsel in een kom gedaan. Komt erbij één ei. Dan komt erbij een eetlepel maïzena. En ik heb die vis heb ik, uit de diepvries gehaald. Die heb ik eerst laten ontdooien. En toen heb ik hem helemaal fijn uitgeknepen met mijn handen. Omdat er zit best wel veel vocht in, veel water in. Dat moet je eigenlijk helemaal niet, dat moet je eigenlijk niet hebben. Goed, dan gaan we dit even mengen. En als je het dan gemengd hebt en, en je vindt het nog te net, dan doe er gewoon een eetlepeltje bloem bij. Of even wat paneermeel. Als je het te luchtig wil hebben, die balletjes, dan doe je er bakpoeder bij. Dat hoort eigenlijk niet. Ik doe het meestal altijd. Ook met kaasballetjes, dat soort dingetjes. Goed, dan meng ik het nog een keer. En als je nou alles goed gemengd hebt, dan maak je er balletjes van. Ik heb al een paar gemaakt. Dat doe je in de koelkast. Voor ongeveer een half uurtje. En dan ga je ze bakken. In de zonnebloemolie. Als je het in frituur hebt, je kan ze ook voorbakken op 140 graden en afbakken op 170. Ja, ik doe het hier gewoon in de keuken in een pan met olie, dus ik bak ze in één keer klaar. Ik kijk altijd met een sauteprikketje of de olie heet genoeg is. Ik zie wel hele kleine belletjes komen, dus dan moet het goed zijn. Af en toe een beetje omscheppen, vooral in het begin, dat ze niet aan elkaar vast gaan plakken. Het gaat ongeveer een minuut of vier duren, denk ik. Goed, tot ze goudbruin zijn. En als je geen zin hebt om balletjes te draaien, dat kan natuurlijk ook nog, dan maak je er gewoon koekjes van. Dan heb je Thaise viskoekjes. Het begint al aardig op te lijken.
Ik denk nog een minuutje of zo, dan zullen ze wel klaar zijn. Als je dan klaar bent, dan laat je ze even uitlekken op een keukenvuurtje. Dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Bedankt voor het kijken. Het zijn Thaise visballetjes. Tot de volgende keer.